Ja, maar de vlag gaat ook omhoog. Ja, dat gaat niet uit. Hou je gedaan. Heel kalm afdalen. Heel kalm afdalen. Moet ik daar nog verder naar beneden? Ja. Oh, ik wil er allemaal niet voor zo. Leef je nog? Ja, ik ben er nog. Wat zie je nu? Jongen, het is die haven smerig. Het is niet te geloven. Wat een vuiligheid. Ja, nou denk je natuurlijk aan oude fietsen en al dat gedoe natuurlijk. Maar dat kanon, zie je dat nu al? Nou, het is een grote pijp. Is het? Godzimikkie, joh. Die haven smerig. Maar het is dus echt zo, hè? Ja, er ligt een grote pijp, maar ik weet wel god niet wat voor pijp het is, hoor. Er zitten wel rare friemeltjes aan, maar... Nou, kijk, ik ga op een duiker zijn woord af natuurlijk, hè. Als hij zegt dat het een kanon is, dan geloof ik dat. Ja, je hebt niet zoveel veel lucht meer, hoor, dus kom nu maar naar boven. Oké, nou, kom maar dan. Ja, tot zo. Schade eronder, kom op. Hermie eronder. Hermie eronder. En snelle noodhulp. Applaus! Goed gedaan, kind. We hebben zwaar even het laatste stukje, hè? Goed gedaan, hoor, jochie. Want jullie noemen bedrijfsspionage. Je werkt zeker voor Toyota of zo, hè? Een opdracht van Toyota. Eruit! Zeg het maar. Nou, is dit nou uw beroep? Mijn beroep? Dat is mijn hobby. Oh, hobby? Mijn hobby. Je ziet het, ik laat een ander cent ophalen. Dus ik heb toch geen zorgen. Nee hoor, alles is betaald. Het huisje, door de molino's, alles. Ja hoor, niks, geen schulden. We gaan gewoon door voor de lol. En wat is dit nou? Dat is de orgel. Zie je dat niet? Ja. Dat is een Berliner leierkasten. Ja, je hoort het, de klanten reageren. Ja, dat heb je uitverkocht huisje, kom eigenlijk ongelegen. Ja, dan ga ik weer gauw terug. Ja, kom ik dadelijk even lekker bij je zitten, in het hoekje. Hè? Ja, hij gaat toch naar huis. Dan mij tot dadelijk. Hè? Inmiddels met veel moeite tussen het vele publiek en de kramen door, arriveren de Horense brandweer. Om assistentie te verlenen bij het optakelen van het kanon. Of toch, alleen maar een zware rioolpijp. De duikers hadden inmiddels de stroppen om het zware voorwerp gelegd. Het takelen kon beginnen en de spanning steeg. Dikke nee, historische dag. Dit was absoluut niet te voorzien. Is niet te voorzien, nee. Nee, een heleboel wel natuurlijk. Een markt en daar begin je dan mee. Veel publiek, gezelligheid.
En dat is er allemaal, regen, maar dat hoort erbij, zo zag je ze aan, dit land. Maar dit slaat natuurlijk alles. Als je op een gegeven moment doorkrijgt dat de duikvereniging in de Koperen Helm gaat komen, verwacht je wel ontzettend veel grootse dingen. Oud systeem duiken, zoals dat vroeger ging. En ook modern duiken, fantastisch. Maar dat de mannen dan ook nog keihard aan het werk blijkbaar zijn daar beneden, dat hebben we met z'n allen natuurlijk niet kunnen zien. Dat is ongelooflijk. Een plaats voor dit kanon werd voorlopig gevonden voor de deur van Jan Last. In afwachting van de deskundigen die wij s'avonds troffen bij het mogelijk VOC-kanon. Een aantal malen dan slijt die loop uit. Dus dan werd hij of overgegoten of hij werd als hoekpaaltje voor het museum staan. De discussie was algemeen. Wij vroegen de heer Saaltink, wetenschappelijk medewerker van het Westfries Museum. Is dit een VOC-kanon? Nee. De VOC had de gewoonte dus om op al zijn eigendommen dus het merk in te slaan. Dus V met een O en een, door het ene been en een C door het andere been. En dan eerste letter van de kamer, in dit geval dus de kamer Hoeren dan de boven. Dat zou dus VOC met een H erboven moeten zijn. Maar het ding is dus op verschillende plaatsen erg afgesleten. En dat is dus juist ook op de plaats waar die... Waar de initialen er meestal werden ingeslagen. Dus ja, het kan, maar zeker is het niet. Een vraag aan meneer Spruit. Het is een vrij klein kanon. Is dit een kanon wat op vrachtschepen heeft gezeten of op een oorlogsschip? Meestal was dat gecombineerd. Ook als vrachtschip was je aan zoveel gevaar onderhevig onderweg. Dat je had flink wat kanonnen aan boord. Dus dat liep door elkaar heen. Het is in ieder geval niet een boordkanonnetje. Zoals die hadden op de reling van de schepen. Waarmee schroot en kleinkogels werden gegoten. Dus dan moeten we denken aan een kanon. Dat in een van de lagen, op een van de dekken van een schip gestaan heeft. En daar was natuurlijk een variatie in grootte. Al naar gelang het kanon hoger of lager stond. Ik vind het wel erg leuk dat het ding juist in het VOC-jaar tevoorschijn is gekomen. Ik geloof het eerst ook niet. Ik dacht eerst het is een van de nagemaakte kanonnen. Maar het is wel degelijk een echte. En het is aan de andere kant ook niet zo gek dat het ding in de haven gevonden is. Want je kon ze niet zo erg lang gebruiken als er flink mee geschoten werd. En we hebben dit jaar kunnen zien in het museum dat er werd heel wat afgeschoten. Dan slijt een loop uit op een gegeven moment. Dan werd hij of overgegoten, maar ze werden ook wel gebruikt als hoekpalen. Op de hoeken van steegjes vind je ze nog wel eens, of bij ons voor het museum. En je vond ze ook wel aan de haven als meerpaal. Dus we gaan natuurlijk dat ding onderzoeken. Het mooiste zou zijn als die ook nog hier gegoten zou zijn. Op de Veemarkt is een geschutschieterij geweest, maar goed, dat zullen we goed moeten bekijken. Het mooiste zou zijn dus inderdaad als die ook nog in Hoorn gemaakt zou zijn, maar daar is nog geen zinnig woord over te zeggen op dit moment. We veronderstellen dat zo'n ding een keer afgedankt is en dan misschien hier als meerpaal gebruikt is. En dan bij herstrating of wat dan ook door een paar stoere Horinezen te water is gegooid. Op Lappendag zal het dan geweest zijn. Onder toeziend oog van Siewert Ruiter, persfotograaf, werd het kanon overhandigd aan de heer Spruit, directeur van het Westfries Museum. Door Dick van der Peil, chef du bureau van het VVV. Op korte termijn ons te vertellen. Ik heb even met havenmeester gesproken. Ja, die vond het eigenlijk ook wel aardig. Zou het ook graag op zijn kantoor of bij zijn kantoor willen hebben. Als boekensteun? Nou, dat lijkt me dan wat moeilijk. Maar ik denk dat het naar het museum een hele goede plaats zou zijn. Dus ik heb de eer, waarom weet ik niet, maar omdat ik deze markt heb mee mogen organiseren om het over te dragen. Nou, het zijn allemaal hele grote verrassingen, ook voor mij. Maar bij deze, heel graag gedaan. Heel leuk. Eigenlijk dankzij... Hartelijk dank. Dankzij in de Koperen Helm, de duikvereniging die dit allemaal tot stand heeft gebracht. Het mysterie blijft. Waar komt dit kanon vandaan? Wie deponeerde het in de haven? Hoe oud is het kanon? Enzovoorts. Specialisten en ook wij zijn nog steeds op zoek naar de ware toedracht. Wij houden u op de hoogte.